Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van onze sessie. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Rocket League aflevering. Veel vaak als je het abonneren, reageren en like zeggen deze video. Nog steeds bedankt voor de 2290 abonnees, zo maar tegenwoordig. 205. Altijd increase of het altijd stijgt iets. Maakt niet uit, ik ben er hartstikke blij mee. En we gaan lekker door naar 3000. Als je wilt vaker wat zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan gaan we even knallen met de lekkere potjes Rocket League. Ook kunnen we de winst wel een keer eruit slepen. Dat zien we wel. Het was gewoon een nice doelpunt. Het was een nice doelpunt. Ik kan er niks van kwijt. Zo. We gaan een hat-trickje maken. We gaan even voor de hat-trick, hè. Oké. Okay. Geef maar boost. Ja, boost. Oké. Okay. En we gaan erin. En ik ga iets te breed. Ik weet niet wat hij doet. Maar racht hem even gewoon voor ons doel. Ervan. Ja, score, maar. Zoals dit. Wat? Is er ook een groene versie? Wat? Het is een beetje gek met die emoji. Die emoji of de. Of die emoji. Wow. Cool, ja. Wat wil ik zeggen? Cool celebration. Emoji dingen. Die heeft gewoon 4 of 5 verschillende varianten live. Lekker origineel voor die. I like that. Zo. Ja, nou erin maar. In. Scoren. Mooi. En hij scoort hem. Hey. Zo, ook in doelpunt had ze misschien wat mooier in de hoek gemogen, maar zo ben ik, hè. Giet aan. Ja. En ik heb hem verdedigd. Gewoon op zijn chills. Of hij blokkeert mij, waardoor ik hem de bal niet kan raken. Zo. En dan moet ik even uitverdedigen, anders ja, kijk, dat is gezegd weer. En hij schiet hem gewoon ver over. Maar in tweede instantie wordt hij wel gescoord. Lekker bezig team. Voor geen verdediging. Ja. Oh, nice verdedigd alsnog. Oh, mijn stem is wel een beetje natuurlijk. Jezus. En dan weer rustig op de wieletjes. Pontje omhoog. Niet. Pak ik deze boost en dan gaan we weer rustig aan. Oké, ik weet niet wat Rocket League deed, maar ik wil van de grond afkomen en dan blijf ik nog staan. Ik ben van de muur gekomen. Zo. Ik zeg, ik hoorde hem al aankomen. Ja, schiet hem weg nou. Ja, wat een stelletje sukkels bij elkaar. En dan leeft hij. Like, als je met een stelletje sukkels bij elkaar staat en niks doet, ja. Hm. Well. Dan moet ik het weer doen, hè. Ja, hoe wil ik iets doen? Dat ik zo'n scheidteam krijg weer. Het begon goed. Maar like, wat gebeurt hier? Oh, bedoel. En de AI doet niks. De AI ging er gewoon onderdoor alsof het niks was. Like. Geef je AI meer intelligence, please. Ja, lekker bezig Rocket League. Goed zo. Nou, even nog het server reporten van. Zo, ik ben er nou al een scheidsje van.
kijk naar achter, gaat die laat die iemand joinen waardoor de game weer vasthangt. Wat is zo leuk. Dat ze dat al die jaren nog steeds niet gefixt hebben. En al die tijd. Een van de grootste issues, nog steeds niet gefixt. Ja, AI, wat de fuck ben je nou weer mee bezig? Je gaat mij in de weg gaan rijden en dan zelf niks uitvoeren. En straks moet AI alles gaan doen? Nee, ik denk het niet. Ik zal niet zo'n spelletje kunnen spelen. Laat staan dat ze dan dingetjes kunnen oplossen. Maar dat is het zo. Ja, het is ook hoe Rocket League de AI heeft ingesteld. Helaas. Altijd leuk dit weer. Ja, rach hem naar voren, dankjewel. Dan kan ik enigszins naar voren komen. Maar nou zit hij toch weer. Want ik zo'n schijt team heb. Ja. Yeah. Ja, wat kan ik je van zeggen? Wat moet ik je van zeggen? En dit is gewoon dramatisch. Een drama team. Ach je. En ja. Wat de fuck was je aan het doen? Je staat voor me, waardoor ik geen fatsoenlijke trein kan maken om te anticiperen. En dan rij je achteruit, beuk je me nog eerst. Maar ja. Even. Goal per 10 seconden. Mama. Ja, hier zit ik wel mis, maar ja, boeien. Ik moet zeggen, hier zat ik zo van, ja, ik vlieg wel naartoe, maar ik kom al verkeerd aan, want ik ging schuin. Dus of ik miste hem, of ik schoot hem een eigen doelpunt. Maar, of eigen doel waarschijnlijk wel in. Dus je... Een dramateam. Hallo, dramateam. Ja, waar moet ik hier mee? Open doel en dan kan hij netjes, of ja, netjes in de hoek. Het is gewoon, hij schiet op een verdomde paal en hij draait erin. Echt, waar scheid ik van. Ach je. Zo. Ja, ik ben er niet op tijd om nog iets te doen. Maar net als die AI staat er zo van. Vroeg je iets? Maar we gaan door naar het volgende potje. Yo mensen, welkom bij het tweede potje. En ik begin met een fake-huis. Zo, dat wordt echt zoiets van lucky poo. Ja, godverdomme. Om. Bloed om. Zo. Dat bleef. Ik vries weer en hij heeft een beetje nog. En hij beukt me. Like, ben ik de val? Nee. Dat deed hij netjes. Ja, wat zeggen. Wel heel snel reflecties, maar ik heb nog steeds geen 144 hertz. Goed zo. Ik dacht die bal er trouwens gewoon heel rustig inrollen van, like, fuck ben je mee bezig game. Hé, hey, ieder zijn ding. Nou, ik hoop dat die gast van YouTube, ja. Nice.
En hij zit. Dat was Diddy heel erg netjes. Dat deed hij zeer zeker netjes, ja. Godverdomme. Nou ja. Ik moet even een pakje van de boertjes en oh, jezus. Zo. Denk ik een boost. Tegen. Alsjeblieft. Netjes in de doel. Ik ben heel subtiel geraakt. Jezus. Ik vond ook heel veel achter mijn neus. Ik ben heel subtiel in de doel. Ik zal het deze echt heel makkelijk uit kunnen halen, maar... Ja, daar waren ze niet, dus. Oké, en ik spring verkeerd. En nou wordt gebeukt. Dat is leuk. En dit is veel te hoog. Altijd leuk. Ja, ik sta al voor. Oh, dit is wel heel hoog, jongen. En ik had dus de bal dalen te snel voor me. Helaas. En ik raak hem weer netjes. Zo, alsjeblieft. Oh. En ik krijg alsnog het doelpunt. Wat? Wat? Hoe is dat goed? Oh. Ja, oké. Okay. Ik dacht dat hij hem hier nog raakte. Ik verdedig die bal maar. En gun hem zijn doelpuntje. Maar uiteindelijk was het mijn doelpunt. Dus. Ja. Dit heb ik dan. Ik weet niet wat voor aanloop het was, maar... En ik moet zeggen, ik gun hem zijn doelpuntje. Ik gun hem zijn doelpunt. Ik moet zeggen, hij maakt hem hier. Dus ik laat hem exploderen en ik laat hem gewoon netjes afmaken. Ach ja... En we gaan terug. Dan gaat hij. Nice. Ah nee. Ik raak hem dicht. Ik raak hem te ver gewoon straight naar voren. Zeker. Wat? Zijn er ook explosies voor? Zijn daar vandaan ook explosies voor? Ah nee, dat was gewoon de Back to the Future geluid. Ah. Nou, ik heb hem. Dus. Even. Jezus, wat een clutch. Op een paal. Ja, ik was daar gewoon echt lucht aan het... lucht aan het schieten en nou ook weer gebeukt. Op twee keer achter elkaar, nice. Ik krijg gewoon rustiger. Geen haast, geen haast. Ja. Yeah. Zo. So. Oh, en nou ligt hij voor het doel. En met die mee gaan we weer weg. En nou gaat hij als shoots langs. Ook wel weer twee keer gebeukt. Van onzin. Zo. Ja, goed leggen. Of hij houdt hem daar gewoon in de rug tegen. Een boost. Ik ga onder me door. Zo. En weer verdedigd. Weer verdedigd. Weer verdedigd. Ja, nou gooi ik hem eigenlijk langs zo naar voren, maar... Yes. Even een hekpotje. En... Ja, goed. Oh, ze werken hem zelf alweer.
Krijg boost? Nope. Ik ben wel onderweg geraakt. Ah, ik was net te vroeg. Dat was wel mooi geweest. Zo. Wat? Nice. En ik neem wel even mee. Zo. Bijna in de hoek. Ja. Jammer. Netjes gewonnen. Dus krijg je een man of the match. Jee. En we gaan gelijk door naar het laatste potje van vandaag. Jongens, welkom bij het laatste potje van vandaag. We zitten weer tegen dezelfde mensen. Maar wel weer met twee. Wat fuck dan? Even checken. Ja. Dat is een perfect, zeg maar. Of ben ik de enige die er altijd last van heeft? Ik zeg, meerdere computers, ik heb er altijd last van. Ja, wat kom ik je tegen doen? Wat kon ik je tegen doen? Volledig. Zo. Zeggen dat teken vrij netjes. Ja. Zo. Oké, dat was gewoon heel raar. Ja, ik wist het. Oh, dan gaat hij me exploderen, Pucci. Zie. Pucci, Pucci, Pucci. Ach, je. En... Oh, en dan gaat het overheen. Oké, mooi. Oké, mooi. En een beetje in de kruising bijna. Oef. Wat een bijna, maar. Ik weet niet wat er gebeurde, maar hij had hem. Ja, naar de kant. Wat een counter. Wat een counter. Ik wil zeggen, maar het was netjes. Het is wel netjes. Ach je. En ik ga deze. Ja, zeg, wat ben ik met mijn boost? Zeg, dit is een beetje kloten. Zo, even breed. Dan voorzet. Iets te hoog is. En ik geef die een beetje ook een D. Zo. Oké. En alsjeblieft, de 2-1. Hem! Nou ja. Gewoon clean. Rustig geschoten, niks aan de hand. Ja, ik bleef wel even hangen, want ik zag hem naar voren duiken. Ik zag
ruimte op het middenveld dus. Exact. Zo. Ik dacht, ik blijf maar even op het midden hangen met overmatige ruimte op het middenveld. Even omhoog. Nou. Zo. Oké, okay, en nu lig ik in het doel. Ik ga nou gemakkelijk terug hoor. Weer gebeukt. En dat is de verkeerde kant, maar boeien. Het is niet dat hun zo goed zijn. Alles behalve. Ja, ik snap het. 10 seconds. 10 seconds left for him to live. Ja, 8 seconden. En? Het zal wel. Voor mensen hebben nog hadden nog 20 seconden dicht. Ja, hadden we 20 seconden. Yes. Dan zit ik terug. Seconds. 3, 2, 1. En we hebben gewonnen. Derde potje gewonnen niet ook. Derde potje heb ik ook netjes kunnen winnen. Als je er nou vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Bye man.